Co en Rogier hebben een nacht doorgebracht op het strand in de buurt van Valencia. En ze zijn beroofd. De grootste ellende die je maar kan bedenken ongeveer. Je ligt in Spanje op het strand te slapen. En de cameratas van Co, alles erin. Deze gewoon gejat. Wat een kut zeg. Goedemorgen. Het is nu 7:10. We lopen nog steeds op het vliegveld. Hier is een stoffel om. Een zak met geld. En ik ga proberen die tickets te halen. Laten we hopen dat het lukt. Dat er nog plaatsen vrij zijn. Je bent beland in deel 8 van The Trip, waarin twee teams van twee vrienden dwars door Europa moeten. Zonder geld, zonder hulp, liftend. Stefan en Flip reizen van Gibraltar naar de Noordkaap. Zij hebben nu 4724 kilometer afgelegd en zitten in Stockholm. Nooit eerder is er gebackpackt, nooit eerder is er gelift en ze spreken geen woord over de grens, waardoor ze echt nooit wat van op weten te ritselen. Hun noodbudget van €250 is dan ook ingekrompen tot een lousy €65. Maar Stefan en Flip voelen zich thuis in het hoge noorden en het gaat lekker. U-ticket. Twee tickets. Net zo duur als een kaartje in Nederland. Hey, jongen, 5:55 vertrekken we, 10:50 komen we aan. Vet, ik ben gewoon in een vliegtuig. Alle mensen die ons geld gegeven hebben, die betalen dit bij elkaar. Oh. Ja, yeah. Oh. Nou, oké. Okay. Best kan ik wat proberen. Nee, hè? Daar sta ik niet van, dat is buitenland. We moeten naar Riksgrenzen. Daar heeft Erik dat hotel voor ons geregeld. Voor 2 nachten. De trip van Co en Rogier is gestart op de Noordkaap en moet juist 5500 kilometer verder eindigen in Gibraltar. Ze hebben inmiddels al meer dan 5000 kilometer afgelegd en maken dus precies de tegenovergestelde trip. Dit stel bevindt zich in de buurt van Valencia en ze hebben geslapen op het strand. Co en Rogier reizen zonder een euro uit te geven in complete luxe. Hun looks en hun talenknobbel zorgen voor een goed bestaan onder de mediterrane zon. Maar nu zijn ze de lul. Naast het geld zijn ook een camera en 5 tapes gejat. Dat is niet erg slim, jongens. Ik kan me 2 dingen herinneren. Ik had mijn tas aan die rugzak vastgemaakt, hè? Ja. En ik werd wakker omdat ik iets voelde. Iets trekken of zo. Ja. Ik zag een arm. Dit beeld zie ik voor me, zo'n arm voor mijn hoofd. En het volgende moment voelde ik iets bij mijn benen en hoorde ik iemand weglopen. Maar ik was niet wakker, ik was in een soort half in slaap. Ja. En toen pas werd ik wakker. En toen keek ik omheen. En toen, ik had wel het gevoel dat er iets gebeurd was of zo, of dat er iets niet oké was. En ook het gevoel dat er iemand was geweest. En toen keek ik naar die spullen en toen zag ik dat jouw tas weg was. Ladies and gentlemen, today we have a team from the MTV television and they are heading for Noordkaap. They have €250 to share to make this travel. Today they have €30 left. They asked us to try to find somebody to hike with up to Riksgrensen. Yes. I got your ride, guys. Can you sit in the car with the small puppy? I don't care. Okay. I'll sit in the back. You sit in there. Iedereen is aardig hier, jongen. Echt. In de noorden mensen staan. Ik heb buiten het lift om te brengen. Neem je niet mee met lift, hey. Maar voor de rest zijn fucking aardig. We zijn er. 1400 kilometer.
In anderhalf uur. Dat is best snel. Nou, we hebben langer over gedaan als we gingen liften, volgens mij. Liften, wat is dat? Dat is een kut. Oh, aangifte doen bij de politie in Spanje. Niet echt een favoriete bezigheid. Hé, hey, ik ga het zien. Ja? Dale, dale, sin miedo. Sin miedo, pegan ahí two cameras. Yeah, one is coming. Yes, one, this one. And video, photograph. No? No, 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 only, only this, only this. Video. Only this. Two video. One video. One camera is down. One. Uno. Sí. Pero no. Las dos de video. Segundo. They're like bad people. Still. No entendí. Ah, forget it. Repeat me. Eh? Eh? Repeat me. Eh? Repeat me. Yeah, it's not there. Met z'n drieën zijn ze ermee bezig. Está en la mesa de Fernando porque tiene que llevarlo a la primera hora. Tan Luxemburgo. Tan, see you there. Hola. Amsterdam. Las Islas. Shabit. Las Islas del Caribe. Shabit en Amsterdam. I live in Amsterdam. My house in Amsterdam. Hoy yo me fui a las. Be careful, eh? Anderhalf uur heeft het geduurd. En we lopen hier nou naar mijn gast met een hond in de auto zitten. Voor 100 kilometer. Voor 100 kilometer en dan zijn we in een hotel. Wat een kut, de eerste. Flip. What's his name? Flip. Ja, Stefan en Flip hebben geleerd aardig te zijn. Oh my god. Now we are coming from Stockholm. I have been to pick up a new dog. Why are you picking up a dog in Stockholm? It's probably the fittest dog being born this year in the whole of Scandinavia. It's a future star. Okay. His parents have bought quite a lot of exhibitions and stuff like that. So it's the best dog you can have in the whole Scandinavia? Probably. Yeah. Hey. Hey. Weet je daar met? €2. Relaxed. Relaxed. €2. Gefeliciteerd jongens. Het echte leven is begonnen. En dat betekent werken, werken, werken. Gelukkig heeft Ko een saxofoon. En talent. Dat moet gezegd worden. Heb je honger? Ja, ik heb wel een beetje trek, ja. Nou ja, dat kan. Je hebt het verdiend, jongen. Waar willen we morgen zijn? Van Miriam. Maar ja, het zal wel moeten ook, want anders gaan we het niet halen. Oké, Ko Rogier. Zo kennen we jullie weer. Dat we ons zo vergist hebben in dat Spanje, ik snap dat niet. Ja, die mensen zijn gewoon echt heel onaardig. Ja. Echt erger dan Duitsers. Ook gewoon niet aardig. Nee. Gelukkig kunnen ze geen Nederlands en kun je dat gewoon zeggen terwijl ze ernaast zitten. Ja, nou. Rogier die begint met een handje in zonnebrillen. Oh, nee. Gaat het echt gebeuren? Die ijdele Rogier, voor elke gelegenheid had hij wel weer een andere zonnebril. En nu moet hij zijn imago, zijn geliefde dingen, zijn trots, zijn alles. Hij moet het gaan verkopen. Oeh, dan ben je wel heel desperate. Ja, laat me binnen gaan. Zeker. De heren zijn in Lapland. Hier wacht een hotel en een feestje. Hallo. Hallo. Welkom. We made it. 270. Oké. Okay. Is your key? Is there a party tonight or something here? Or because of the midsummer? Yes, on the top. It is
dancing around the midsummer. Ik ken ze. Even kijken hoe die shit hier eruit ziet. Ja. Ik bedoel, Dat is toch een goede zaak. Ham, sla. Goeie shit. Een vermoeide reiziger heeft behoefte aan ontspanning. Kijk hoe relaxed ze zijn. Je zou nog wat beauty tips verwachten of een makeover of zo. Flip doet dat in stijl met Tom Deuze. Stop bijna kaal. Je hebt al die zonnebrillen verkocht. Op één na. Wat vet! Wat vet! We gaan echt even flink vreten gewoon. We gaan wat eten en we gaan een biertje drinken. En oh, wat cool. Een pakje peuken komen. Ja, natuurlijk, mijn jongen. Oh my god, dit is echt vet, dit zeg. Dit is goed, hè? Oh, wat een goed verhaal. Ik vind dat we gaan om de beurt wakker blijven op het busstation. Ja. En dan om 6 uur gaan we allebei een kaartje kopen. We kopen nog een croissantje en een kopje koffie. En dan zitten we om 8 uur in die bus. En dan zijn we om 12:30 in Manica. Wat goed! Wij gaan het merk weer hip maken. Ja. Drink Buckler. Drink Buckler. Vooral als je 's nachts in Moesia op het busstation staat. Heerlijk. Zo blijf je lekker fris. Echt spinnen. Wat is het nou? Nou. Godverdomme, 10 voor 12 s'nachts. Oké dan, we zijn hier op midzomernacht. Het feest is in volle gang. De zon staat nog steeds. Where the party at? Achter je. Wat een vet feest, zeg. Tja, feesten, dat kunnen ze wel. Party on, dudes. Straks in deel 2 versieren Ko en Rogier een paar mooie dames en Stefan en Flip worden gedist. Ja, wat? Hoe serieus, wat? Een goede timing. Jongens, Stefan en Flip worden wakker in Lapland met zowaar een dak boven het hoofd. Oh, dat is een hoop shit. Gejat, jongen. Speak English? Yeah. It would be cool, because we do this all without money. Yeah. That we went snowboarding here. Yeah. But we have no money. Yeah, but that's okay. We like to snowboard, but we do all this without money. And we fix the snowboard at the shop for free and clothes. But all we need is a lift pad. Yeah, thank you very much. Great. Bye bye. Okay, then. Ik zie hier 2 liftpassen. Ik bedoel, we zitten gewoon in juni hier in Zweden. En volgens mij is het geen gletsjer. Dus op zich wel vet dat er gewoon überhaupt sneeuw ligt. Ik ben heel blij al te merken. Flip op een snowboard. Ja, gaat lekker, Flip. Steffen compenseert zijn talenkennis of het gebrek eraan met snowboarden. Sneeuw, jongen. Ja, en Flip. Die kan er geen flikker van. Dat is populair. Wat? Deze heren hebben met de zonnebrillen aardig wat verdiend. En ze zetten de keiharde cash om in 2 enkeltjes Malaga. Gracias. 2. Waar gaan wij? We're out.
Malaga is bereikt. Weer een stap dichter bij Gibraltar. Het eindpunt nadert. Ga jij even broodjes? Ik kan het niet. Ik ga wel even halen. Ondanks de ellende zijn het toch twee echte vrienden. Ik denk de laatste nacht is dat we in een hotel hebben geslapen. Thank you very much. Thank you, thank you. Dit is wel een moment, zou ik zeggen. Het is toch het laatste liftbordje dat we opgeschreven, hoop ik. Ik ook. Noordkaap zet ik erop. Altijd, ik haat liften. Ja, liften zijn gay. En dan gaan we weer, hoor. Noordkaap. Noorwegen. Zo fucking lang duurt het. Tuurlijk niet. Fuck. Harder rijden dan, harder, harder, harder. Dan. Oh, fucking losers. Maak eens een foto van ons. Wait. What did you say? Thank you, sir. Oh, wow. Nice to meet you. Geen lift, maar wel geld. En als je dan maar lang genoeg wacht... De lift. Ga je dan. Goed. Thank you very much. Bye bye. Jesus Christus, er blijft gewoon gas bij gewoon. Je hebt dit. Dan heb je dit. Waar je dan zelf geen flikker van begrijpt. En dan heb je mensen die gewoon... andere kant op aan het kijken zijn. En dan heb je nog de stoere jongens die dit doen dan. En dan kaart lachen om zichzelf. Dat zouden wij ook zijn, toch? Zouden zijn, ja. Ja, als wij in Nederland waren, dan waren wij dat. Het is half drie, we zijn nog steeds maar een paar kilometer vooruit gegaan door dit één kleine liftje. Hoe zit dit nou? Zit jij nou ineens aan een biertje? Ja, ik ging broodje halen. Ja. Maar ik voel me ergens een bakker. Weet je wie ik tegenkwam? Nee. Jelle en Mau. Kunnen ze ons ook naar Gibraltar brengen, denk ik? Dan gaan we het zo direct over. Daniel en Modus. Co heeft de hulp ingeroepen van twee vrouwen. Die donkere, dat is zijn ex. En ze zit hier in een vakantiehuis. Lekker makkelijk. Ah, is weer goed gedaan, Co. Nou, dan wachten we maar even totdat ze uit de klerenwinkel komen. Kleren. Kom eens, kom. Uit de klerenwinkel? Volgens mij zien ze liever uit de kleren. Hè? Yo, Peace Butters. Het gaat niet zo snel in het noorden. Maar ze zijn alweer 53 kilometer dichter bij de Noordkaap. Kut tankstation werkt ook al niet. Mensen durven ineens... Die lopen naar een auto toe, dan doen ze gewoon de deuren dicht. En dan gaan ze erin zitten en dan kijken ze de andere kant op. Daarom haten wij liften. Dat kan zoals een kankerlijn. Zo fucking gaar dat je er eigenlijk al bijna bent in Noordkaap. Dat je nu nog een hele dag stil moet gaan staan gewoon. Ja, en dan ook nog uitgelachen worden door kleine meisjes. Dat is eigenlijk nog veel erger. Ja, wat? Hoe serieus, wat? Waarom is dit stuk van Scandinavië niet overstroomd? Gun het ze. Welkom in Marbella. 39 eurotjes op zak, maar dat hebben ze ook niet nodig. Want die dames waren leuk, maar die moeder is eigenlijk nog veel leuker. Want zij heeft een huisje in de buurt van Marbella. En je weet, een huis, dat betekent eten, slapen, hier. Mooi uitzicht. En een jacuzzi. Ik denk dat we het niet gaan halen. Nee, ik denk het ook niet. Nee, hè? We halen het niet.
Sorry, lieve kijkers. Leuk dat jullie zo ver met ons meegeleefd hebben. Maar het houdt hier op. We geven het op. Stefan en Flip, de groeten. De groeten. Flip. Hallo, Stefan. Ik was zo aan het doordraaien daar. Nog steeds eigenlijk, hoor. Ik ook. Ik wil iets kapot maken. Why don't you pick us up? Oh, I always pick people up when we're hitchhiking. Yeah. He will take you up to the cross where you need to go north. Die fucking 2 uur 's nachts. 2 uur 's nachts is licht en we gaan in deze auto rijden. Freak. What the fuck? Het is nu 3:15 s'nachts. Ja, ik wil toch wel pitten eigenlijk, moet ik zeggen. Ik ben wel moe. We want to make a deal. Oh, ja. Waar de fuck zijn we? Barbellia. Het is ontzettend vaag hier. Waarom? Nou, allemaal vage gasten die ons een lift aanbieden naar Gibraltar met een boot zelfs. Maar ik moet maar zien wat er van terecht komt. Oh. Iedereen is zo vaag hier. En een hoop boeren. Ja, hallo, dat is Marbella. Wat dacht je anders? Deze vrouwen. Daar kan je indruk op maken. Yeah, let's go to heaven. Let's go to heaven. Ik heb altijd al een carrière willen maken in de tv-business. Maar dat ben je niet cool. Opzetten. Groetjes aan iedereen. Dat is de kou van jullie. Niet met je gore handen op die dure lens. Ben jij helemaal gek geworden? Hé, hey, we gaan even 1 drankje doen bij hem. Kom op, wacht. Het zou wel een beetje een kut verhaal wezen. Jongens, zo niet naar kom. Where is the fucking toilet? Ja, wel hier ergens. Ik ga meteen naar binnen. Wat zeg je? Wil je nog mee naar binnen? Nee, ik ga echt niet hier ook nog anders publiek pissen hoor. Nee, ik kan. Doe nou even uit. Nee, ik kan. Doe nou even. Doe ze even normaal. Doe niet deze zo. Het ziet er allemaal wel scherp uit zo zonder mijn lenzen. Nee, op schijt dan. Hey, later. Oh, motherfuck. Kleine kuttent. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het zwemmen even. Maar waarom heb ik geen zwembroek aan? Omdat ik geen zwembroek aan heb. Wat? Wat ben jij nou aan het doen? Mootje, schatje. Zal ik jouw champagne even komen brengen? Camera heb ik hier toch? In mijn hand. Ik val in slaap. Dat is rustig. Volgende week in het allerlaatste deel van de trip zijn onze aantrekkelijke amigo's Ko en Rogier op slechts een steenworp afstand van de rots van Gibraltar. Na bijna 3 weken afzien lijken ze snel op hun eindpunt af te stevenen. Het Scandinavische superstel Stefan en Flip voelt de bries van een Noordkaap al. Toch lijkt in het hoge noorden de trip voor hun vast te lopen. Kanker!